Het Olympisch Stadion in Amsterdam is gedurende enige dagen het centrum geweest van een activiteit die het voordien nimmer heeft gekend. De leiding van de Tour de France 1954 had hier letterlijk en figuurlijk haar tenten opgeslagen. Een heel leger van technici en een enorme voorraad slanke racefietsen staan er borg voor dat de Tour kan blijven draaien, 23 dagen lang. Er is een meneer Jean Garneau die als secretaris-generaal van de Tour directeur-generaal Jacques Gaudet een beetje werk uit handen neemt, want aan de organisatie zit natuurlijk wel wat vast. Louison Bobet, de winnaar van vorig jaar, kwam daags voor de start het operatieterrein verkennen. Wout Wachtmans kwam in zijn eigen auto naar het stadion. Op dat ogenblik waren de andere leden van de Nederlandse ploeg al bij de dokter van de Tour. Onder het wakend oog van dokter Tetzner werd Jan Nolten goedgekeurd voor alle diensten, dus ook voor de bergen. Gerrit Voerting moest bewijzen dat hij voldoende ademtocht heeft om in deze Tour mee te rijden. Iets wat wij natuurlijk al lang wisten. En zo kwam dan de grote dag waarop de Ronde van Frankrijk in Amsterdam begon. De Zwitserse ploeg heeft dit jaar zowel Kübler als Koblet in zijn gelederen. De Nederlandse equipe telt behalve de al bekende coureurs van vorige jaren een paar debutanten die in deze ronde moeten meehelpen de Nederlandse kleuren te verdedigen en die vast van plan zijn om dat te doen. Als een veldheer stond Jacques Gaudet in het stadion toen burgemeester Dailly te midden van de Belgische renners een lint doorknipte en zo het sein gaf voor het ceremoniële vertrek. Wim van Est ging aan de kop van de Nederlandse ploeg het stadion uit. Vlak achter onze renners reed in een auto ploegleider Kees Pellenaars, de man die de strategie van de Nederlandse equipe zal bepalen. Buiten de muren stond Amsterdam, dat het werk had stilgelegd om het grote wielercircus te zien voorbijtrekken. Het stortte een enthousiast gejuich uit over de hoofden van de renners, die van het stadion naar de Sloterweg reden, waar de officiële start zou plaatsvinden. Na een laatste controle begonnen toen de 110 rijders uit 7 Europese landen aan de tocht naar Parijs. Via een route van bijna 5000 kilometer, waarvan er op deze eerste dag ongeveer 200 door Nederland zouden rijden. Bijna een half uur na de start bereikte de snelrijdende karavaan in gesloten gelid de buitenwijken van Haarlem. Voor deze eerste etappe had men niet de kortste route uitgestippeld. Zo werd er onder andere een omweg gemaakt over Noordwijk, zeer ten plezieren van de badgasten. Over de oude weg ging de karavaan verder naar Den Haag. Ook hier stonden weer duizenden mensen langs de kant. Vlak voor Scheveningen nam de Zwitser Hugo Koblet een kleine voorsprong, die het peloton achter hem echter weer spoedig teniet zou doen. Dat gunde zich dan ook geen tijd om de zee en het strand te bekijken, maar trok in hoog tempo achter de vluchteling aan, via het eerste en enige heuveltje dat in deze etappe voorkwam. Straks in Frankrijk, dan moeten ze pas bergen verzetten. De ploegleiders zijn intussen vooruitgereden naar Rotterdam om er de ravitaillering te verzorgen. Dat is altijd weer een moment van spanning, omdat het binnen de precies vastgestelde afstand moet gebeuren. Meestal lukt dat zonder al te veel vertraging. Van Rotterdam reed de karavaan via de hoofdweg naar Dordrecht en vandaar naar de Moerdijkbrug. Het tempo werd nu iets sneller, maar nog altijd was er geen serieuze uitlooppoging gedaan en zat het peloton dicht opeen. Maar in zijn eigen landstreek in Brabant trok Wachtmans ertussenuit en hij wist een voorsprong te nemen. Bij de grens had hij gezelschap gekregen van een groepje van 20 renners die zich evenals hij uit het peloton hadden losgemaakt. En zo ging het België binnen waar de belangstelling ook bijzonder groot was. Over een traject van merendeels kinderhoofdjes reden deze 20 tenslotte met ruime voorsprong naar Brasschaat bij Antwerpen waar de finish lag. En het was Wout Wachtmans die in de sprint met groot verschil won. De hele Nederlandse volgerskaravaan was dolgelukkig met deze overwinning. En Kees Pellenaars, enfin dat ziet u wel. Op de eerste dag al mocht een man uit zijn ploeg de gele trui aantrekken. Door het goede rijden van Voerting en Van Est nam Nederland bovendien de leiding in het ploegenklassement. Daarmee was de overwinning compleet. De 41ste Tour de France is voor de Nederlandse equipe in ieder geval veelbelovend begonnen.